Vandaag een antwoord op de vraag van Claudia. In de loop der jaren is Claudia beetje bij beetje aangekomen in gewicht. En ze kwam op een punt waarbij ze haar gewicht niet zo prettig meer vond en graag wat wilde afvallen. Nu heeft Claudia nooit een heel slecht eetpatroon gehad, in die zin dat ze geen snoeper en snaaier is. Dus ze besefte zich dat ze het in de calorieën van haar normale dagelijkse voeding moest gaan zoeken en die moest gaan verminderen om af te kunnen vallen. Want hoe leren we het? We vallen enkel af wanneer de huidige calorieinname waarbij we niet afvallen, zelfs aankomen, wanneer we die wat verlagen. Dus wat is Claudia gaan doen? De boterhammen met beleg, welke ze voorheen overdag met name at, is ze gaan vervangen door tarwecrackers. Ook wel gewoon met het beleg wat ze voorheen at. Want die tarwecrackers die bezitten minder calorieën. In eerste instantie viel ze wel wat af, maar op een gegeven moment stagneerde haar gewicht. Dus ze moest weer wat gaan minderen in calorieën, bedacht ze zich. En toen is ze op een gegeven moment rijstwafels gaan eten. Zonder beleg, want daar valt natuurlijk ook nog winst in te behalen, want het beleg dat levert natuurlijk ook nog calorieën. Die rijstwafels die leverden minder calorieën dan die tarwecrackers van daarvoor. En ze heeft het beleg weggelaten, waardoor Claudia momenteel overdag enkel nog maar die rijstwafels eet. En 's avonds houdt ze de calorieën van haar avondmaaltijd beperkt, althans dat probeert ze tot zo'n 200 calorieën. Ze viel in eerste instantie wel weer wat af toen ze deze wijziging had aangebracht, maar op dit moment valt ze ook niet meer af met dit eetpatroon en haar huidige calorieinname. En nu is de vraag van Claudia, moet ik nou nog meer calorieën minderen? Want volgens mij kan dat niet. Ik loop nu al de hele dag rond met honger, volgens mij val ik dan om. Help, wat moet ik doen? Moet ik nog meer calorieën minderen? Dat kan toch niet? Nou, Claudia. Hoe leren we het inderdaad? Je gewicht zal pas dalen wanneer je calorieinname lager ligt dan het verbruik in je lijf. We weten ongeveer het verbruik van een gemiddelde vrouw van jouw leeftijd. En daar valt jouw huidige calorieinname die je flink aan banden hebt gelegd de afgelopen tijd. Jouw huidige calorieinname, dus jouw huidige aanlevering van brandstof leverende calorie, leverende voedingsstoffen, koolhydraten, eiwitten en vetten, valt daar duidelijk ruim onder dat gemiddelde verbruik. Toch val jij, nadat je eerst ietsjes was afgevallen, niet meer af momenteel. Zou dit wellicht te maken kunnen hebben met het feit dat jouw verbruik misschien lager ligt, is gaan liggen dan het gemiddelde gebruik van verbruik in het lijf van de gemiddelde vrouw? Want laten we eens bekijken, wat is van invloed op het verbruik? Wanneer heerst er pas een hoog verbruik in je lijf? Wanneer kan een hoog verbruik ook blijven bestaan? Stofwisseling vindt niet plaats in jouw bloedbaan met de stoffen die daar aanwezig zijn samen met de stoffen die jouw voeding biedt of de stoffen die, omdat jouw voeding heel weinig calorieën biedt, de brandstoffen die uit jouw reserves geplukt moeten worden. Want dat is het gevolg van een lage calorieinname. Je dwingt je lichaam om diens reserves, diens brandstofreserves te mobiliseren, af te breken en in je bloedbaan te brengen. Echter, stofwisseling en dus verbruik in je lijf vindt niet plaats in je bloedbaan. Dat vindt plaats in je weefsels, in de cellen van je weefsels. En daar zijn enzymen aanwezig en die enzymen die katalyseren de stofwisseling. De stofwisselingsreacties in jouw lijf, in jouw weefsels. Wanneer die enzymen in jouw weefsels, die daar al zijn, wanneer die niet goed kunnen functioneren, sorry, dan zul jij geen hoog verbruik in jouw lijf hebben. Dan heb je wel voedingsstoffen in je bloedbaan met brandstoffen afkomstig uit jouw reserves, jouw glycogeenreserves, jouw vetreserves. Maar dan vindt er nauwelijks verbruik in jouw lijf plaats, wanneer de enzymen in jouw weefsels niet goed kunnen functioneren. Wat hebben enzymen nodig om goed te kunnen functioneren? Een licht basis zuurtegraad en de aanwezigheid.
aanwezigheid van co-enzymen. Zij kunnen namelijk zonder co-enzymen niet goed functioneren. Er zijn voedingsstoffen welke dienen als co-enzymen, namelijk vitamines en mineralen. Dat zijn essentiële voedingsstoffen, kan je lichaam niet zomaar zelf vormen of ergens bewaren, dus die moet jij voortdurend aanleveren. Wat heeft jouw lichaam ook nodig om een optimale lichtbasische zuurtegraad te kunnen behouden? Dat is vocht en dat zijn basische mineralen. Ook dat zijn weer essentiële voedingsstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen en die dus aanwezig moeten zijn in jouw voeding. Kijken we naar jouw voeding van de laatste tijd, Claudia. Rijstwafels. Rijstwafels, tenminste de varianten welke jij eet, zijn gemaakt van witte rijst. Wat wil dat zeggen? Dat is geslepen rijst. Rijst zonder het buitenste vliesje. Daardoor heeft de rijst zijn vezels en vitamines verloren. Dat zijn nou juist die co-enzymen. En de factoren die nodig zijn om een goede enzymwerking te kunnen behouden. Ook bevat de rijstwafels niet bepaald veel vocht, hè? De consumptie van rijstwafels, wat jij nu overdag enkel eet, kale rijstwafels, doet bijdragen aan verslechtering van de enzymwerking in je lijf. En dus een vermindering van het verbruik in jouw lijf. Wil niet zeggen dat er geen brandstoffen afgebroken uit jouw vetweefsel in jouw bloedbaan zijn, maar het verbruik daarvan vindt nauwelijks plaats. Ja, en dan ga jij dus ook niet snel afvallen. Kijken we naar jouw avondmaaltijd, welke jij beperkt in calorieën. Deze probeer je te beperken tot 200 calorieën. Jij bent van het gemak, heb jij mij verteld. Dus wat doe jij 's avonds? Jij koopt een willekeur, want die zijn in verschillende smaken, noedelmaaltijd. En dat wil zeggen, wat houdt zo'n maaltijd in? Er zitten noedels in een bakje, er zit een zakje met kruidenmix bij en zelf moet je daar nog heet water aan toevoegen. Jij eet dus kale noedels met wat kruiden erdoor 's avonds. En dan blijf jij onder die 200 calorieën. Maar die noedels, dat zijn ook witte, geraffineerde varianten van noedels. Daar zitten ook geen vezels en geen vitamines in. Net als bij die rijstwafels die van geslepen rijst overdag. Dat wil zeggen dat daar waar jouw de enzymwerking in je lijf al verslechtert door de kale rijstwafels overdag, draag jouw avondmaaltijd daar ook nog eens aan bij en dan gooit daar een schepje bij bovenop in de verslechtering van de enzymwerking in jouw lijf. Wat maakt dat het verbruik in jouw lijf door deze eenzijdige voeding met veel te veel tekorten in zogenaamde essentiële voedingsstoffen, waaronder vitamines en mineralen en vocht, welke je lichaam nodig heeft om een hoog verbruik te behouden, een goede enzymwerking te kunnen bewaken, een optimale zuurtegraad die daarvoor nodig is mogelijk te maken en de aanwezigheid van co-enzymen. Daarin schiet jouw voeding dramatisch tekort en dus is het verbruik in jouw lijf door deze veranderingen in je voeding, de verarming van je voeding, flink verlaagd geraakt. Jouw vraag, moet ik nou nog meer calorieën minderen? Nee, want als je calorieën mindert, ja, dat garandeert niet dat jij dan opeens wel dat vocht en al die bouwstoffen die daarvoor nodig zijn binnenkrijgt. Want dan ga jij je voeding enkel nog maar meer verarmen. Dan ga je waarschijnlijk de hoeveelheid van hetgeen je nu eet, dan ga je voeding niet veranderen, maar ga je de hoeveelheid van hetgeen je nu eet, als je nu bijvoorbeeld overdag in totaal 6 rijstwafels eet, ga je misschien wel 4 eten. Of je gaat een half bakje van die noedelmatten eten. Ja, maar dan wordt je voeding echt niet voedingsstofrijker van. Dus dat gaat niet helpen. Willekeurig je calorieinname opvoeren gaat ook niet helpen. Wat sommige mensen denken, ja, je stofwisseling is vertraagd, want je krijgt te weinig calorieën binnen. Moet je zorgen dat je minimaal 1000, 1200, en er zijn verschillende theorieën over, en calorieën wat binnenkrijgt. Want je hebt een basisstofwisseling, daar heeft je lichaam calorieën voor nodig. Ja, maar als je dat doet met dezelfde voedingsstofarme voeding als je nu eet, als je bijvoorbeeld wat meer calorieën gaat eten door nog weer maar weer wat rijstwafels toe te voegen, ja, dat gaat dus ook niet werken, want dat garandeert ook niet de aanwezigheid van voldoende co-enzymen om dat hoge verbruik te kunnen verkrijgen en ook niet de aanwezigheid van het vocht en de basismineralen die het behoud van die basiszuurtegraad mogelijk maken. Dus, Claudia, wat staat jou te doen? Jij moet werken aan een verbetering van de stofwisseling in jouw lijf, een verbeterde enzymwerking, een betere voedingstoestand in jouw lijf. Jij moet je voeding gaan optimaliseren.
Niet zozeer, ja, ook wel in brandstofleverende voedingsstoffen en de koolhydraten die jouw eetpatroon eigenlijk nu al enkel maar bevat, maar in bouwstoffen. Essentiële bouwstoffen. Essentieel wil zeggen, kan je lichaam niet zelf vormen, heeft het wel nodig, heeft het van jou nodig uit de voeding. Daarin schiet jouw eenzijdige voeding rijkelijk tekort. Je hebt wat koolhydraten in je voeding, maar amper vocht, vitamines, mineralen, eiwitten en vetten ontbreken ook zowat. Dus dat moet er weer in. Want wat zijn de essentiële voedingsstoffen? Alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke varianten van aminozuren en 2 specifieke varianten van vetzuren. Die zijn nauwelijks te bekennen in jouw eetpatroon. Dus logisch dat jouw lichaam het niet doet.